Het programma voor het nieuwe seizoen 2019-2020 van het Theater aan de Schie is klaar. Wat kunnen de bezoekers verwachten in het Schiedamse Theater? Nou, we hebben een heel mooi seizoen gehad en sterker nog, zo goed dat we een record aantal bezoekers hebben gehad. Voor het eerst in de geschiedenis van Theater aan de Schie hebben we meer dan 47.000 theaterbezoeken gehad. En dat is mede onder andere vanwege het jubileumjaar. Dus we kijken terug op een heel succesvol seizoen. Normaal gesproken in september begin je een beetje voor echte voorbereidingen te plegen voor het seizoen erop. En in april rond je dat min of meer af. Op dit moment hebben we presentaties aan de vrienden. 25 gesprekken vinden plaats in de theaterzaal. Dan vertellen we wat over de voorstelling. En daar krijgen we natuurlijk ook de eerste reacties terug. En die zijn eigenlijk heel erg hartverwarmend. Dus we hebben er weer goede hoop op dat we komend seizoen ook weer een mooi programma voor Schiedam hebben. We draaien inderdaad voor het zesde jaar eigenlijk alweer goed. Ook dit jaar zien de cijfers er weer goed uit dit seizoen. Maar het is zoals ieder bedrijf, je kan nooit je omzet verzekeren. Het blijft altijd van jaar tot jaar. Maar vooralsnog gaat het erg goed. Komt er dit jaar ook weer een parade? Ja, parade aan de Schie, gaan we zeker mee door. Sterker nog, we gaan het verlengen. Want we hebben een hele goede innige samenwerking met de stokerij, ons stadsgezelschap. Daar doen we onze kerstproductie mee. Daar doen we de opstokerijfestival mee. In dit geval gaan we transformeren het opstokerijfestival naar een jongerenfestival. Dat vinden we heel erg leuk om te doen. Maar we gaan de spiegeltent die we bij de parade aan de Schie neerzetten op het toneel, waar alle previews in plaatsvinden, die gaan laten we een week langer staan. En dan gaan we 5 voorstellingen met de opstokerij doen. Dusty Mix Feelings. En dat gaat samen met Occo Bar en met Frederik Spicht. Dus voor 150 mensen wordt een speciaal een beetje paradeachtige voorstelling. Zorg dat je daarbij bent. Dat wordt wel een special. En van welke artiest of act bent u blij dat ze naar Schiedam komen? Nou, ik ben van alle artiesten altijd blij als ze komen. Voor sommigen moet je wel heel hard werken om ze te krijgen. En waar ik altijd heel erg trots op ben als dat lukt, is bijvoorbeeld de Analogs. Ja, de Analogs komen, die komen ook komend seizoen weer. Van dag 1 af aan dat ze eigenlijk gingen toeren in Nederland, omdat niet iedereen wist wie de Analogs waren. Toen hadden we nog een halve zaal. Dat kun je nou niet meer voorstellen. Dit is een voorstelling waar iedereen naartoe wil. Het gaat over de Beatles en je kan de Beatles bijna niet beter horen als dat de Analogs neerzetten. En die spelen eigenlijk nog maar in alle grote zalen van Nederland en daarbuiten. Dus als je ze naar Schiedam kan halen en dan zijn we een van de 2 theaters nog van deze omvang waar ze spelen, dan ben ik daar echt trots op.